Troch een spectaculaire overwinning op Vitesse met fjouwe treien speel het Cambuur ek takke meer in de eredivisie. De Leeuwarders binnen dit seizoen een positieve verrassing op het hoogste niveau. En dat wordt blijven. Ongelooflijke trots ik. Ongelooflijke trots op die club, op de spelers als eerste natuurlijk, geweldig. Maar op de hele club, maar op de supporters, onvoorstelbaar. En we hier de juiste gang, de 12e, de 13e man, of van mij hier de 14e man ik nou. Ja, we komen naar mijn stuk. Hè. En dat doet het publiek mee eens. Henk de Jong heeft het goed neergezet, heeft ons voorbereid op een lastige avond. Nou, dat werd het ook. Maar ja, we zijn er altijd in blijven geloven. We hebben goed gevoetbald, denk ik. Nooit opgegeven. En ja, wat voor gevoel je dan aan het eind hebt, is fantastisch. Want je weet ook dat je nagenoeg veilig bent. En dat je nog een jaar Eredivisie gaat spelen. Dus ja, mooier kan het niet. Ja, dit is fantastisch. Fantastisch voor ons, fantastisch voor de club. Ja, waarschijnlijk nog een jaar Eredivisie. Waarschijnlijk? Ja, er moet wel heel veel gebeuren natuurlijk. Ik ben veilig, man. Kom op. Oké, nou dan zijn we veilig. Ja. Ga ik met je mee. Ja, super. Gewoon een ontlading. En we hebben toch best wel... we hebben een mooi seizoen, maar we hebben de afgelopen weken ook wel best wel wat te doen gehad. Om het zo maar uit te drukken. Nou, ik had er van tevoren, ik denk, als we een puntje halen, maar dan zijn we nog niet... Theoretisch nog steeds niet veilig. En dat is wel gelukt. En in een gigantisch mooie wedstrijd. We zijn er niet ingebleven door countervoetbal of door voor de 16 meter te gaan hangen. We zijn erin gebleven doordat we goed hebben gevoetbald. En Dwight Lodewegers heeft daar zeker een hele grote inbreng in gehad. Dus dat is zonde wat daar is gebeurd. Maar goed, Henk de Jong die heeft het overgenomen. Die heeft het ook hartstikke goed gedaan. Dus ook zeker de complimenten naar hem. En dat wij de positieve verrassing zijn. Ja, ik denk dat iedereen daar zijn aandeel heeft. Van de bestuurskamer tot de tribune tot de mensen op het veld, de spelers zelf. En ik denk dat inderdaad een mooi compliment is. Ja, we mogen Dwight niet vergeten natuurlijk. Nee. Ik vind dat we echt goed hebben gespeeld en ook dankzij hem. En deze 3 punten die vind ik ook voor hem natuurlijk. En we gaan gewoon lekker door en lekker vrij uit voetballen in de Kuip. Nou, we gaan eerst even feestje vieren vanavond. En dan gaan we over 14 dagen even naar de Kuip. Maar dat gaat iets ontspannender. En dan gaan we gewoon door. We gaan gewoon door. In dit geval dus even trots wezen. En Sand van Gabriel gewoon weer... Dat je nooit in Feyenoord. Zo is dan ook wel weer. Ja, maar dat komt ik. Maar die maken we examen doen. En, dus dat komt ik steeds weer op mijn paard. Maar voor de jongens moeten gewoon even lekker leven. En Fiona gaat weer een mooi feestje bouwen. Dus ik ga een chauffeur. Lekker, neem een lekker drankje. Gewoon normaal doen. En dan zetten we mooi weer in over een weekje.